Dag liefje vriendjes, hoe is het daar? Nou, hier gaat het helemaal niks aan. Pas zit er onder het doosje. Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Komt ie? Zijn jullie ook een beetje gespannen? Nou, ik wel hoor, komt ie? Komt ie? Is dit in hemelsnaam? Die patenteert buttermule. Ja, wat ben je, maar... Er komt een soort sliert uit dat dingetje en dan gooien ze dat met een enorme hoeveelheid op een boterham. En dat is een botermolen. Wat moet een mens in godsnaam met een botermolen? Nou, laten we maar even kijken. Domme! Komt goed. Heel veel plastic. En ja, oké, nou dit is dan, ja, nou, ik heb al een stuk gemaakt, ik weet niet hoe het werkt, wat is dit, een botermolen, ja, en hoe dan, hoe werkt dat dan, een botermolen, en wat heb je eraan, een botermolen, ik snap er helemaal geen ene moe van. Open, close. Nou, oké. Dan heb je hier dus die botermolen. En dan wil jij graag dat de boter uit de botermolen komt om op je boterham te smeren. Zover begrijp ik het nog wel. Maar hoe dan? Hoe werkt dat dan? Ik draai dit rond en dan loopt hier de boter uit. Ik snap hier geen moe van. Ik zei Steven, ik word er helemaal een beetje chagrijnig van. Ik zie dit niet als een hele erg toegevoegde waarde bij het smeren van mijn boterham. Zeker omdat ik nu al niet weet hoe het werkt. Maar ik haal even boter. Boter. Boterham. Mes. Bord. Dan doen we de boter in de patenteerde buttermolen. Nou, dit werkt dus al niet. Ja, en ik krijg dus ook die boter er niet meer uit. Ik krijg de boter er wel weer uit. Ik denk dat we het even kleiner moeten maken. Zo, doen we de butter weer in de buttermullen. Zo, appetee. Dekseltje erop. Oh, vette handen. En dan... Wat een onding. Geheel tegen mijn principes in heb ik toch maar even de gebruiksaanwijzing aangepakt. Want het werkt niet. Even lekker helemaal op zijn IKEA is uitgelegd. Je hebt dus die, ja, en die, en die, en die. Wat staat hier nou? Hier staat toch precies wat ik heb gedaan. Dat je dat stuk boter erin moet douwen. En daarna moet je hier aan draaien. Oh! En nou opeens doet hij het wel. Hij doet het de hele tijd niet. Ik lees de gebruiksaanwijzing. Ik gooi hem weg. En hoppelpop. Hier, er komt zo opeens allemaal boter. Boterhaar uit dat ding gelopen. Goed. Hij doet het dus wel. Ja, ik weet niet hoe. Misschien draai ik wel de verkeerde kant op. Enfin. Boter. Boterham. Zo. En dan... Ja, smeert wel. Maar als ik nou gewoon hier boter van het kontje pak. Oh, kijk. Dit is nu best wel lastig smeren. Hè? Roomboter, dat is eigenlijk voor een meter. Het zijn dus de dikke klompen. Je kan er niet doorheen draaien. En omdat ik dit dus net door dat vreselijke ding in smuriedraadjes heb gedraaid, kun je makkelijker smeren. Eigenlijk vind ik het een prima uitvinding hier.
Ja, is toch eigenlijk best wel handig. Waarom heb ik het eigenlijk nooit gehad hier? Stel nou hè, dat je denkt van nou mooi. Dan zit je dit eens in de koelkast. Dat zou nog kunnen hè, dat het dan even een tijdje heel blijft. Maar je krijgt het er niet meer af. Nou dat... Oh, dan krijg je hem wel eraf. Oh. De Buttermühle en ik hadden een beetje aanloopprobleempjes. Ik begreep niet hoe het moest. Ik begreep ook niet wat je ermee moest. Maar eigenlijk vind ik het een topuitvinding. Want nooit meer van die vervuilende harde bonk roomboter op je brood. Ik had er geen roomboter op mijn brood, maar goed, maakt niet uit. Maar lekker van het roomboterhaar. Veel makkelijker, geen gedoe. Het enige wat jammer is, is dat alles nu onder de boter zit. Maar dat ligt meer aan mij dan aan de Buttermühle. De gepatenteerde Buttermühle is eigenlijk gewoon een fantastisch product. Ik zei al dat ik er niet helemaal zin in had. Ik werd al een beetje chagrijnig van de gebruiksaanwijzing. En uiteindelijk blijkt het gewoon een goed functionerend apparaat te zijn. Dus ik hou op met zeuren. De Presto Buttermühlen uit Zwitserland is een prima product. Krijg van mij gewoon een 7. Waarom niet hoger? Omdat het eigenlijk gewoon natuurlijk een beetje onzin is. Want je flikkert je pakje roomboter uit de koelkast. En dan kun je er gewoon lekker mee smeren. Maar je hoeft het namelijk niet in de koelkast te bewaren. Om het lekker te kunnen smeren. Want dan wordt het namelijk te hard. En nu opeens heb je een veel te hard stuk boter. Dan moet je dan in zo'n molen gooien. En dan wordt alles vies. En waar is het eigenlijk voor nodig? Boter, toch een 7. Hartstikke leuk, had niet verwacht. Ik had er ook geen zin in vandaag. Geef weer toe. Was een beetje chagrijnig. Maar de patentierde Buttermühle heeft mij weer even een beetje uit mijn depressiviteit geholpen. Ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Nou, dag! Totale onzin.